Goedemiddag, wij zijn nu in het atelier van Filien uh, van der Vechten in Katwoude. Katwoude was vroeger de kleinste gemeente van uh, Nederland en nu is het de kleinste gemeente van Waterland of in ieder geval de kleinste kern. En we zijn hier in de boerderij waar zij haar prachtige werk heeft geëxposeerd. We gaan straks een interview met haar doen, maar we laten u heel even een korte impressie zien van de enorme doeken die zij heeft uh, vervaardigd. Uh, we zijn nu in de afdeling van de dieren, maar ook van een jongeman, een klein jongetje. En dat is gigantisch mooi geschilderd. We gaan straks vragen aan Filien hoe zij dat gedaan heeft en waarom op deze manier. Ik heb net iets verteld over het uh, jongetje wat uh, Filien uh, geschilderd heeft en we lopen hier rond in het atelier. En wie vinden we hier? Nou, vertel eens. Ik heet uh, Kimo. Ik ben 9 jaar oud. En Kimo is 9 jaar. En Kimo, jij bent geschilderd door je moeder. Hoe vond je dat? Um, wel vermoeiend dat ik moest staan. Dus zij heeft het niet van een foto gedaan. Zij heeft het echt gedaan zoals jij bent. Ja. Yeah. Nou, ik vind dat je het wel heel goed stilgestaan hebt. Want het is prachtig geschilderd. En hoe vind je het zelf eigenlijk? Het is wel zeg maar bedoeld uh, om de grootte van mij te zijn. Ja. Zeg maar het hele schilderij, niet het mannetje wat erop staat. Ja. En dat is ook wel gelukt. Nou, dat is zeker gelukt. Ik vind het echt heel erg mooi. En nou, je lijkt... Pri nou prima, je bent het gewoon. Het is net of je zo nu uit het schilderij gestapt bent. Ja. En uh, we lopen hier in het atelier van uh, Filien van de Vechten. En wie komen we tegen? co Roos. Eerst het schilderij en toen Co Roos zelf. Nou, we gaan even vragen wat hij er zelf van vindt. Hoe Filine hem geportretteerd heeft. Nou, ze hebben er best wel wat van gemaakt, dacht ik zo. Het is wel best moeilijk zo'n zo figuur als ik te, te schilderen. Maar ja, ik zou zeggen, kijk zelf zoek de verschillen. Maar het, het valt wel mee. Je, je kijkt nogal serieus op het ja. schilderij. En uh, ja, ik ken je zelf als een hele vrolijke uh, figuur hierin. En een bekende figuur in uh, Katwoude. Um, zat je ergens aan te denken of hoe komt dat? Maar van huis uit ben ik toch wel vrij serieus. Hoor. Dus waar dat dan gaat, valt het wel mee. <laughs> maar ik hou wel een geitje ook. <laughs> nou, ik vind het in ieder geval uh, heel mooi gemaakt. Ik vind het echt uh, prachtig. En uh, kun je dat ook gaan kopen? Of, uh... Ja, ik, uh, het is me aangeboden voor een bepaalde prijs. Oké. Okay. We moeten er nog een nachtje over slapen. <laughs> maar vertel eens, waar, waar ga je het ophangen dan? Ja, ja dan moet ik nog even bedenken gewoon een plekje inruimen. Misschien wel boven mijn bed. Ja, dan heb je wel een heel grote slaapkamer, hoor, volgens mij. Ja, dat gaat u niet passen. Goed, dankjewel, Ko. Ja, alles graag gedaan. Fidine, okay. we zijn hier in je atelier. En jij hebt een prachtige expositie gemaakt. En die expositie, heb ik begrepen, is voornamelijk voor je afstudeerproject, Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb uh, als afstudeerproject voor de Wakkersacademie in Amsterdam heb ik het hele jaar uh, in katwouden geschilderd. Dus ik heb mensen geschilderd, die hebben voor mijn model gezeten. Ik heb landschappen geschilderd, ik heb heel veel beesten geschilderd. En dat, uh, ja, dat heeft me het hele jaar bezig gehouden. En, en ik heb begrepen dat je volgende week het afstuderen project hebt. Klopt dat? Ja. Volgend, uh, volgend weekend is op de academie, op de Wakkersacademie is de afstudeerexpositie. En vrijdagavond de diploma uitreiking. Dus daarna ben ik officieel kunstenaar. Dat nou, is wel heel spannend. <laughs> nou, ik vind dat je het nu al bent als ik het. Want je hebt ook enorme schilderijen gemaakt. Waar komt die passie vandaan? Om die schilderijen zo enorm groot te maken met die dieren erop. Ja, ik wilde dat ze eigenlijk gewoon een keertje uitproberen. Hoe dat ze, of je dan. Um, er komen dan andere dingen die gaan meespelen dan op een klein schilderijtje. Want je moet uh, die grote vlakken moet je op een of andere manier toch iets mee doen. En dan kan je niet meer met één kwaststreek doen. Dus dan moet je of hele grote kwasten, dus die heb ik ook wel gebruikt. Of je moet een andere manier vinden om die grote oppervlaktes interessant te maken. Uh, en ik heb natuurlijk de ruimte hier, dus het kan ook. Um, en er zijn natuurlijk niet zoveel mensen die zo belachelijk grote atelier hebben als ik. Um, wat betreft die, uh, de katwouders die je geschilderd hebt. Gingen ze gelijk akkoord als je het vroeg? Um, som, bij sommigen moest ik wel een beetje aandringen. Um, maar ik was heel blij dat ze het eigenlijk al überhaupt wilden doen. Want ze, ja, ze kregen er niks voor betaald of zo. Dus ze hebben, het kost een week van hun tijd. Dan moesten ze toch vier of vijf ochtenden moesten ze voor me gaan zitten. Uh, maar eigenlijk bijna alle mensen die ik heb gevraagd, die hebben uiteindelijk toch ook wel ja gezegd. En hoeveel heb je geschilderd? 13 uh, dacht ik in totaal. 13? Ja. Nou, dat zijn er ook heel wat zeg. Ja, 13. <laughs> ja, en dan nog een hoop van die grote paarden en wat uh, landschappen. Ja. En die kun je volgende week ook allemaal bewonderen in de Wakkeringsacademie. Nee, niet allemaal, want daar heb ik niet zoveel ruimte als hier. Dus uh, daar is uh, een selectie van mijn werk. Um, en het werk van vier andere kunstenaars die ook afgestudeerd zijn. En ik heb ook gezien dat je veel prijzen gewonnen hebt bijvoorbeeld in uh, Volendam bij uh, kunst kijken. Ja, ja, klopt. In, uh, nou ja, met dit schilderij heb ik de publieksprijs gewonnen in Volendam. En er zijn nu twee van de portretten die door zijn voor naar de volgende ronde voor uh, weer andere dingen, dus voor de portretprijs en voor de prijs in het Rijksmuseum van lang leven Rembrandt. Dus dat wordt nog heel spannend. Of ik dan ook echt door ben voor de uiteindelijke expositie. De Rembrandt van Katwau, daar spreek ik dus mee. <tiedacht> ja, ik spreek met de Rembrandt van Katwau. <laughs> en ik heb ook gezien dat je in de fundatie heb je ook geëxposeerd. Ja, daar was uh, de zomerexpo. Dat was een heel klein houtskool van een uh, slootje in het Purmerbos. Uh, en die was daar ook voor geselecteerd. Ja. Nou, spannend allemaal. En uh, voor, ik wens je voor uh, volgende week heel veel succes. En vast van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik vind het echt heel, heel knap dat je dat allemaal zo kan. Dankjewel. Het Dankjewel. gaat vast uh, heel leuk worden, die expositie. Okay. Dankjewel, Feline.